Diaan, zullen we vergeten wat er tussen februari vorig jaar en januari dit jaar gebeurd is? Waarom? Omdat vorig jaar februari werd je hier eindigde op podium tweede, geloof ik, bij de WK. En nu begint de EK op dezelfde plek. Je moet juist niet vergeten wat er gebeurd is. Je moet leren van wat er gebeurd is. En dat hebben we zeker gedaan. Schaatsen is gewoon heel moeilijk. En het is gewoon een moeilijke sport. En er zijn heel veel periodes waarin je topvorm hebt, waarin alles automatisch gaat, waarin schaatsen eigenlijk heel makkelijk lijkt. En er zijn ook periodes waarin schaatsen gewoon veel moeilijker is dan dat. Na het OKT was het even helemaal niet leuk dat je niet plaats voor de Spelen, want dat was toch echt het doel van dit seizoen. Het belangrijkste toernooi is dat, en dat moet ik gewoon missen, dat is heel erg balen. Dus dat moet je gewoon snel vergeten en verder gaan en zorgen dat je de goede lijn doortrekt en hier nog een beter toernooi rijden. Want allround is hartstikke mooi, ik kan hartstikke goed allrounden en ik kan nog steeds hartstikke goed schaatsen. Dus we gaan er dit weekend gewoon weer voor. Of course you skate your best distance in the 3000 and the 5000, but you want to try on the 1500, right? Yeah, I don't know. I will give to this competition maximum and then we will see. What is a European Championships or competition in Hamar without Francesca Bettone? I'm really happy to be here. Last year I was here again. Anyway, I was bad because I was sick. So, and you were here, and you asked me if I was happy. So I was really happy, but I think this year I will be more happy, more satisfied. And I hope will be a lot of people like last year. But I don't know, because this is a European and it's not a world championship. I hope to see many Dutch. Like last year, they were really kind with me. And I hope it will be same. Hey Jan, ik zat eens te denken. Volgens mij ben jij misschien wel de grootste favoriet. Ja, dat zou kunnen, ja. Alleen de Noren denken er anders over. Ja, ik denk dat er wel meer mensen anders over denken. Maar ja, nou goed, ik denk dat ik inderdaad goede papieren heb. Ik voel me lekker en... onderhand al natuurlijk al vaak een groot toernooi gereden, dus ik denk dat je ook wel de nodige ervaring hebt, maar laat me komen. Ja, we gaan het wel zien. Rens, wordt het nog wat met jou? Wordt het nog wat met mij? Ja, je bent een aardige gozer, zegt iedereen altijd. Dat hebben we ook een paar jaar geleden uitgezonden. En dan duik je op een EK en een WK, maar ja, de Olympische Spelen net weer niet. Ja, klopt. Nou ja, dat is een beetje het nadeel van een allrounder. De echte afstand springt voor mij nog niet echt uit. Ja, dat kwam op het OKT nog niet helemaal uit. Natuurlijk is het balen dat je niet plaatst voor de Olympische Spelen. Alleen, ik ging er natuurlijk niet heen als grootste favoriet. En dat had heel mooi geweest. Dan had ik een flinke stap moeten maken. Maar ik zat er nog iets te ver vanaf. En dan staat je hoofd al snel weer richting het EK waar je voor plaatst. En nou wil je hier gewoon een beetje verrassen, denk ik. Ja, dat is zeker de bedoeling. Even een goede rit neerzetten. 4 goede ritten zelfs. En dan kan er een mooie uitslag uitkomen.